afgelopen weekend, u heeft het kunnen zien, moest de politie er op sommige plaatsen toch aan te pas komen om mensen weg te sturen. Omdat ze met veel te veel en veel te dicht op elkaar buitenshuis waren. En dat is een, ik zeg het keihard, dat is een slordige, laconieke en daarmee asociale manier van omgaan met maatregelen. Dat kost levens. Onnodig. En tegen die mensen zeg ik, gebruik je gezonde maatschappelijke verstand. Ga zo min mogelijk naar buiten, mensen. Ga alleen de deur uit voor je werk als je niet thuis kunt werken. Of wanneer je een vitaal beroep hebt. En als je in je levensbehoeften moet voorzien, ga boodschappen doen, maar doe dat alleen. En niet met het hele gezin of een groep. En doe het op een tijdstip waarop de winkel rustig en overzichtelijk is. En alleen dan is het mogelijk om met elkaar ook op dat soort plaatsen die anderhalve meter afstand telkens opnieuw te bewaren. Als je daarnaast nou even naar buiten wil voor een frisse neus, doe dat ook zoveel mogelijk alleen. En zeker niet groepen of groepjes. Houd anderhalve meter afstand van anderen voortdurend en blijf weg van sociale activiteiten en groepen mensen. En thuis nog het dringende advies. Ten hoogste 3 mensen op bezoek. Echt ten hoogste. En alleen maar als je dan nog steeds in huis met die bezoekers de anderhalve meter afstand volledig in acht kunt nemen. En doe dat nou. Natuurlijk ook voor je eigen gezondheid. Maar als u denkt, ach, dan zeg ik, doe het voor de gezondheid van kwetsbaren in onze samenleving. Ernstig zieken, ouderen, die moeten we nou juist beschermen. En daarom hebben we met z'n allen dit hele maatregelenpakket in gang gezet. En dat moeten we toch met z'n allen in deze samenleving kunnen opbrengen. Ik kom dan op de maatregelen. We hebben besloten om bestaande maatregelen aan te scherpen, om ervoor te zorgen dat ze beter kunnen worden gehandhaafd. En dat komt neer op 3 dingen. En ik noem ze eerst even kort en daarna ga ik er uitgebreider op in. Allereerst, alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni in plaats van tot 1 april. En er geldt geen ondergrens meer van 100 personen. In de tweede plaats gaan we ervoor zorgen dat burgemeesters de bestaande maatregelen in hun gemeente beter en handzamer kunnen handhaven. En in de derde plaats, we gaan ook met boetes handhaven.